Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Op de achtergrond gameplay zie jullie een nucleair gameplay. Houding ongeveer 4 minuten een nucleair. Die heb ik zojuist gehaald. Alleen het laatste zie je niet, hij heeft maar tot en met de 27 streak opgenomen. Dat ligt aan theatermoon, want het was gewoon helemaal niet gepland. Maar gewoon een beetje aan de spant preppen en zo. En in één keer houd ik weer een nucleair. Dus op het moment met 10 de nucleair, dus dat was hartstikke chill. Maar ik wil vandaag ergens mee gaan hebben. Ik wil nu mijn kanaal update gaan doen. Want er komen nog allemaal spellen aan en zo, wat ik best wel wil gaan spelen. En ook nog andere leuke dingen. Dus laten we gewoon beginnen met Infinite Warfare. Daar heb ik al van gezegd dat die sowieso op mijn kanaal komt. Dat gaat ook gebeuren. Samen met COD 4 komt hij op mijn kanaal. Maar daar kijk ik wel echt naar uit eigenlijk. En ja, we moeten nog wachten tot 4 november, dat is minder. Zo ongeveer een half jaartje ongeveer. 6 maanden, iets langer misschien. En voor de rest komt nog ARK Survival uit voor de PlayStation 4. Die is natuurlijk niet al uit voor de computer, sorry. En dat vind ik op zich nog best wel gewoon een leuk spel. Die zou ik ook best wel gewoon willen gaan livestreamen voor jullie op de PlayStation 4. Dus laat even in de comments achter of jullie dat ook willen zien. En dan ga ik ook gewoon lekker ARK Survival livestreamen. En ja. En voor de rest, ik weet nog niet of er nog heel veel andere spellen uitkomen. Niet die ik leuk vind. Je hebt natuurlijk nog wel Doom en zo, maar dat soort spellen vind ik niet echt geweldig. En Overwatch ook niet. Er komt wel een nieuwe Gran Turismo uit. Dat is een race spel. Dat vind ik persoonlijk ook wel leuk. Gran Turismo Sport heet die. Volgens mij. Die zag ik vanochtend in de Play Store in één keer staan. Die komt 16 of 19 november uit. Dus dat duurt ook nog een half jaar. Komt een paar dagen naar, of een weekje of twee, naar Infinite Warfare uit. Dus misschien ga ik die ook wel halen. Dat weet ik niet zeker. Ligt eraan hoe het spel zich vormt en zo. Maar jullie kunnen ook nog een nieuw logo van mij verwachten. Want zoals jullie hebben gezien, heb ik ook al mijn banner veranderd. Hij is nog niet helemaal optimaal. Ik ben er nog mee bezig. En met mijn logo ben ik op het moment ook nog bezig. Die probeer ik ook zo vet mogelijk te maken natuurlijk. Maar ik bewerk gewoon met paint.net. Dat is gewoon een gratis ding. Want ik heb nog geen Photoshop. Ik kan mijn computer niet aan. En er komt ook nog een intro als het goed is. Daar zijn mensen mee bezig voor mij. Dat is hartstikke chill. Ik laat weten wanneer dat klaar is. En natuurlijk mijn 100 abonnees special. Daar ben ik ook druk mee bezig. Ik moet nog alleen wat clips krijgen. Krijgen en halen. Want mensen helpen mij daar ook mee. Dat is natuurlijk hartstikke chill. En ja. Vergeet deze video niet om een like te geven. Vergeet ook niet om een blauwe duimpje te drukken. En mocht je dan nog een aanrader hebben voor een spel. Laat het dan in de comments achter. Want dan ga ik die misschien wel spelen als jullie dat allemaal leuk vinden. Dan spreek ik jullie de volgende keer. En have fun bij de rest van de video.